son is awake. Before sunrise, he's your son. Dad, come on, Dad. Oh, hallo. Oh. Ik zal hem even stopzetten. Ik was toevallig net aan het kijken naar The Lion King. En ik was even zwaar retro aan het gaan. Even op VHS aan het kijken. Uiteraard in de originele Engelse versie. Ik heb wat nieuws gekocht. Ja, Florian en Eleanor zullen er toch aan moeten gaan geloven. Wij zijn een Disney family. En daarvoor heb ik speciaal wat gekocht. Kijk eens hoe leuk ze zijn. Kijk eens hoe leuk ze zijn. Voor Eleanor heb ik deze gekocht. En er staat op Disney Family. Voor onze kleine Jorne heb ik deze gekocht. En ook hier staat op Disney Family. Voor Florian heb ik deze gekocht. En ook hier staat op Disney Family. En voor mezelf heb ik deze gekocht. En hier staat ook op Disney Family. En uiteraard ga ik er voor mijn vrouw, hè, Florian en Elmo's mama, ga ik er natuurlijk ook nog eentje kopen. Maar dat weet ze alleen nog niet. Maar goed, dat komt nog wel. Dan gaat het natuurlijk alleen een klein beetje een probleempje worden. Want hoe ga ik Florian en Eleanor ervan overtuigen dat ze in deze shirtjes moeten gaan lopen? Want ja, ze zitten de laatste tijd natuurlijk een beetje in een opstandige bui als het gaat om Disney. Dus ik moet eventjes een heel goed plannetje bedenken hoe ik ze deze shirtjes kan laten aandoen. Ik heb iets geniaals bedacht. Ik ben niet blij met wat jullie aan het kijken waren. Ik ben ook niet blij met die grote gele mislukte citroen die ernaast jullie zit. Ik heb jullie even nodig in mijn shrine. Normaal gesproken mogen jullie natuurlijk absoluut niet in mijn shrine komen. Maar ik moet even iets vertellen. Kom maar even mee. Zo, nergens aankomen. Ik snap dat het prachtige dingen zijn waar je natuurlijk heel graag mee zou willen spelen. Maar goed, zoals jullie weten zijn wij een Disney gezin. Of jullie nou willen of niet. En daarvoor heb ik iets gekocht. Ik heb shirtjes gekocht voor ons allemaal. Deze is voor Jorne. Deze is voor jou, Eleanor. Leuk hè, met dat roze strikje. Deze is voor mij. En deze is voor jou, Florian. En ik ga er ook nog eentje voor mama kopen, maar dat moet ik nog even voorzichtig vertellen een keer op een avond of zo. Komt wel goed. Jullie gaan deze shirtjes aantrekken. Maar papa, dat willen we helemaal niet. Nee! Ja, ik had al een beetje verwacht dat jullie zo zouden reageren. Maar het gaat toch gebeuren. Maar daarvoor heb ik een kleine challenge bedacht. Ja, als ik de challenge win, dan moeten jullie de shirtjes aan. Als jullie de challenge winnen, nou, dan spreken we af. Dan hoeven de shirtjes niet aan. Ja? De challenge is als volgt. Jullie weten dat we daar in het halletje
hebben we die zogenaamde stang hangen, hè? Waarmee je een workout kan doen, waarmee je jezelf kan optrekken. Hè? Nou, we gaan een kleine challenge doen. We doen degene die het langst zijn handen om de stang kan houden, die heeft gewonnen. Dat is natuurlijk super zwaar. En ik weet, Eleanor, dat jij natuurlijk op turnen zit, dus ik denk dat jij het zal gaan doen van jullie twee, vermoed ik. Degene die het langst zijn handen om de stang kan houden, die heeft gewonnen. En ik stel voor, Eleanor, dat jij het als eerste gaat proberen. Nou, dat is hem. Hè? Onze workout stang. Goed, Eleanor. Ik stel voor, jij gaat zometeen als eerste daaraan. En ga ik kijken hoe lang kan jij je handen aan die stang houden. Ik ben heel benieuwd. En ik hou natuurlijk op mijn telefoon de timer erbij. En ik ben zeer benieuwd. Succes, Eleanor! Heel goed hoor, Eleanor! Het is maar goed dat ze niet weten wat voor plannetje ik heb. One hour later. Ja! Oh ja, ja. Oké. Nou, je hebt het best wel goed gedaan. Het was aardig lang, moet ik eerlijk zeggen. Dus alleen, nu ben ik aan de beurt. En je weet dat ik natuurlijk niet alleen heel sterk ben, maar ook nog eens best wel slim. Laat mij nu maar. Ja, dat zal wel heel even een beetje spierpijn opleveren. Ik moet heel even iets pakken, dan ga ik met mijn handen eraan hoor. Zo. Nou. Dit hou ik nog wel even een uurtje vol zo. Ja. Ja, maar papa, dit is toch niet hangen? Nee. Ik heb gezegd wie het langst zijn handen aan de stang kan houden. Ik heb niks gezegd over wie het langste kan hangen. Dan moeten jullie iets beter luisteren. Oh, ik ben zo ongelooflijk slim. En jullie gaan zo meteen lopen in Disney Family Shirts. Oh, het is een droom die uitkomt. Oh, ho, ho, ho. One hour later. Nou, ik heb geteld. Ik heb nu langer mijn handen eraan dan jij. Dat betekent dus, ik kan nu veilig loslaten. En jullie gaan nu de Disney Shirts aandoen. En ikzelf ook. En dan zijn we een echte Disney Family! Yay! 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 Oh. Oh, ja, kom maar! Oh. 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 Upon a star. Florian, ik vind het helemaal niet leuk om in deze shirts te lopen. Ja, ik ook niet. Maar wacht eens even. Ik heb een heel goed plannetje om papa terug te pakken. Dus kijk de volgende video om te zien hoe wij dat doen. Yeah.